Op het Nederlandse deel van de Noordzee staan zo'n 150 platforms voor de productie van ons aardgas. Het gaat om de gaswinning uit kleine velden, belangrijk om minder afhankelijk te zijn van buitenlands gas. Deze platforms kunnen een belangrijke rol spelen bij de elektriciteitsdistributie van windparken op zee. Want onze energie van de toekomst zal vooral komen van nieuwe windparken offshore, ver weg uit het zicht. Om die elektriciteit naar de wal te transporteren, is een nieuwe kostbare infrastructuur nodig. Daarvoor zullen nieuwe transformatorstations gebouwd moeten worden. Een miljardeninvestering. Bij een duurzamere en goedkopere oplossing maken we gebruik van de bestaande olie- en gasplatforms op zee. Door een deel om te bouwen tot transformatorstation, zodat ze fungeren als hulpstation, als hub. De transportkabels kunnen dan langs de bestaande en permanent gecontroleerde aardgasleidingen van platform naar platform worden aangelegd. Windenergie kan zo met veel minder vermogensverlies van windpark naar de wal. Een ander voordeel is dat een platform dan de energie voor zijn machinepark kan opwekken met windstroom in plaats van met aardgas. Dat scheelt CO2 en andere uitstoot. Zo wordt onze aardgasproductie schoner. Op langere termijn is een uitbreiding van deze gecombineerde infrastructuur de basis voor toekomstige windparken nog verder uit de kust. Een kostenbesparing bij de aanleg van deze nieuwe parken. Zo'n nieuwe integrale infrastructuur biedt nieuwe mogelijkheden, zoals aansluitingen naar andere landen. Bovendien kan een overtollige piek in de stroomproductie in de toekomst omgezet worden naar gas. Dat heet power to gas. Dit gas kan ingevoerd worden in het bestaande transportnet voor aardgas. Via de aardgasinfrastructuur van leidingen en platforms kunnen we in de toekomst desgewenst ook CO2 opslaan in lege gasvelden offshore. Samenwerking tussen aardgas- en windsector op de Noordzee maakt het ook mogelijk materieel te delen voor transport en onderhoud, om zo kosten te besparen. Ook geologische en ecologische kennis kan worden gedeeld. Als platforms geen functie meer hebben, worden ze volgens afspraak opgeruimd. Maar dat blokkeert ook nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld het exploiteren van de 125 nog te ontwikkelen gasvelden offshore. Maar ook de snellere uitbreiding van betaalbare windenergie op zee. Synergie tussen aardgas en wind levert zo een integraal energiesysteem. Opwekken, opslag en transport van energie. Dankzij Power Park Noordzee.